Yo, kijkers van Watch Dragon, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik jou leren hoe jij de Lord of the Rings mod gaat installeren voor jouw PC en wat je daarvoor nodig hebt. Het is terug te vinden in de beschrijving hier beneden. Kan je dus even op alle linkjes klikken die jij nodig hebt om de Lord of the Rings mod te installeren. Wat je in ieder geval al wel voor de hand nodig hebt, is een Minecraft launcher en daarbij dus ook gewoon een fatsoenlijke versie van internet. Want anders kan je natuurlijk niks gaan downloaden. Dus wat je moet doen voordat je überhaupt de Lord of the Rings mod gaat spelen, is je Minecraft opstarten. Je gaat op zoek naar je installatie zo. En als het goed is, kan je een nieuwe maken. Dan zoek jij de variant 1.7.10. Even kijken hoor, of die er nog staat. Volgens mij zijn we er al doorheen. Of die staat helemaal onderaan. Volgens mij staat die hier ergens 15. Dus nog even scrollen. Ja, hieronder zou die moeten staan. En dan zie je hem hier. Release 1.7.10. Die moet je selecteren. Moet je één keer opstarten. En als je dat gedaan hebt, dan kan je straks in de vervolgstap de Lord of the Rings mod gaan spelen. Maar je moet in ieder geval één keer de 1.7.10 versie zijn gaan runnen. Anders werkt het straks niet. En dan klik je gewoon even lekker heel simpel je Minecraft weg. Goed, de vervolgstap hiervoor is dat je naar internet gaat en dat jij naar YouTube gaat. Wow, wat een geweldig kanaal. Watch Jagger. Ik zou gelijk even abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En even gelijk even een duimpje omhoog doen op het filmpje. Kan gewaardeerd worden. Goed, wat je doet, je gaat gewoon eventjes naar een hele mooie website. Linkje staat in de beschrijving. Je kan ook gewoon Lord of the Rings mod. En dan meestal is het gewoon 1.7.10. Kan je hier op de website komen. Volgens mij is 9 Minecraft wel toegankelijk. Klopt dat? Ik weet het niet meer. In ieder geval, ik pak even de link erbij die ik hier heb staan. Die selecteer jij en die plak jij. En dan kom je er gewoon zo in terecht. En dan zie je hier Lord of the Rings mod V35.3. Dat is de laatste release. Voor nieuwe updates dan moet je dus maar... Dan zal ik in ieder geval deze video gaan updaten. Zodat jij in ieder geval altijd de nieuwste link kan vinden. Of in ieder geval, ik ga het zo doen dat je naar de website wordt verstuurd. Dus kijk gewoon even in de beschrijving. Kan je zo bij de Lord of the Rings mod komen. Je downloadt hem. Zo, huppa, ik heb hem al. Dus hier zou die dan onderin verschijnen. Dus ik annuleer hem. En dan heb jij de Lord of the Rings mod. Nou, vervolgens hebben we ook nog Forge nodig. En hoe we daar aangekomen is door heel veel naar Forge te gaan. Als je hier dan op Minecraft Forge terechtkomt, dan zul je dus zien dat er hier allemaal aan de linkerkant verschillende updates staan van de Minecraft versies. En wij hebben dus 1.7 nodig, dus we gaan hier naar 1.7. Dan gaan we niet naar de pre-4, maar we gaan naar de officiële 1.7.10. En daar klik je dus op. Vervolgens zou je dus dit zien. Je ziet hier de laatste editie. Die kan je gaan updaten. Maar ik gebruik zelf de 10.13.4 1614. Dat is dan ook eigenlijk de laatste. Maar mocht die toch nog geüpdate zijn in de tussentijd, pak dan deze. Deze is sowieso compatible met de Lord of the Rings mod. Dus wat je dan gaat doen, je gaat gewoon weer heel simpel naar de installer voor de win. Want ja, dan weet je het. Verschijnt die hier, kan je hem downloaden. Heb je die ook op je PC staan. Dus zorg ervoor dat je die twee bestandjes alvast hebt. Ik heb ook nog in de beschrijving een linkje naar Fastcraft. Fastcraft kan je ook heel simpel doen. Dan ga je gewoon Fastcraft 1.7.10. Ga je dan ook even naar kijken. Dan zie je hier op de Curseforge. Ook linkje staat in de beschrijving. Dan heb je dus de laatste editie nodig. Deze is ook van 1.7.10. Dan ga je naar Files en dan zie je hier als het goed is de 1.25 jaar staan. Die download je er ook bij. En dan is dat alleen maar handiger, want het zorgt ervoor dat de mod alleen maar smoother gaat lopen op je computer. Mocht je dus een beetje last hebben van een trage Lord of the Rings mod op je PC, is het alleen maar aangeraden om dit te gaan gebruiken. En als laatste mod hebben we nog Optifine. Optifine kan jij sowieso heel makkelijk installeren, het staat hier ook bij. Ga je ook naar de 1.7.10 variant, ook een beetje naar beneden scrollen, zal je hem hier dus zien. Dan zie je E7, dan kom je op een heel mooi websiteje terecht. Gewoon weer. Je komt in ieder geval op zo'n website waar je weer moet wachten totdat je de link hebt. Je moet een keer op oké drukken. Ik zou hier, als ik jou was, sowieso een adblocker even gebruiken. Want anders word je helemaal doodgegooid. Kom je hier op de link, krijg je dus Optifine. En huppakee, heb je hem, krijg je dus hier Game of Thrones. Fucking reclame en niks aan hebt. En klik je weg. Nou, als het goed is, aan het eind heb je dus nu 4 bestandjes. Als het goed is, heb je er 4 nodig. Je hebt Forge, je hebt Fastcraft, je hebt Optifine en je hebt de Lord of the Rings. Maar nou moet je dus alles nog in het mapje gaan zetten, waardoor je het kan gaan spelen.
Hoe doe je dat? Je hebt dus, als het goed is, heb je nu de 1.7.10 variant heb jij geïnstalleerd. En wat je dan gaat doen is, je gaat naar je Forge. In ieder geval, ik had hem hier nog ergens staan. Ik ga even zoeken in mijn downloads. Nou, ik zie hem hier staan. Ik klik dan op deze link. Je ziet dan dat je een soort van programmaatje gaat installeren. En dan druk je op ja. En als het goed is krijg je dan dit. Druk je op install client en druk je op oké. Okay. Zoals je dan ziet, hij wordt dan in je Minecraft folder geïnstalleerd. Je hoeft alleen op oké te drukken, installeert hij het al en dan is het gewoon gedaan. Goed, ik heb het al gedaan, dus ik ga niet op oké drukken, maar jij moet dus op oké drukken. Druk op oké. Oké? Oké, dat dacht ik dus. Goed, dan hebben we dus dat alle mods in de mod folder moeten komen. Dus wat ga je doen? Je gaat naar AppData, %AppData. En je gaat naar je Minecraft folder. Dan zul je dus eigenlijk allemaal mapjes zien. Misschien dat je hem nog niet hebt, maar maak dan een mapje met mods. Als je hem wel hebt, selecteer je die folder. Mocht je hem niet hebben, maak hem zelf even aan. Zet hem ertussen. Kun die hem zelf wel lezen. En je klikt hierop en je sleept dus al je bestandjes hierin. Je ziet hier twee mapjes staan. Die worden aangemaakt bij de allereerste keer dat jij de mod launcht. Dus deze zullen missen. Maar je moet in ieder geval ervoor zorgen dat de Fastcraft, de Lord of the Rings mod en Optifine erin staan om ze te laten werken. Zorg er dus voor dat je ze erin zet. En dan vervolgens sluiten wij de AppData %AppData af. Nou moeten we dus gaan zorgen dat wij de goede file hebben. Of in ieder geval de goede map om de Lord of the Rings te kunnen runnen. Want als je nou op 1.7.10 gaat spelen, zou je dus nog wel zien dat je dus niet gebruik kan maken van de mods. We hebben daarvoor dus het Forge profiel nodig. Dus wat je dan weer gaat doen, je gaat dus zeg maar naar Minecraft. Je gaat naar installaties, maakt weer een nieuwe aan. Selecteer dus, noem deze een Lotter mod. Heel simpel, doe even een makkelijke resolutie. Mocht je hem op klein beeld willen spelen, doe ik altijd zelf. Is 1280x720. Selecteer dan, als het goed is, zou die er wel een beetje tussen moeten staan. Het zijn allemaal snapshots of staat helemaal onderaan. Kan ook nog volgens mij. Ja, hier 1.7.10 helemaal onderaan zul je hem dus vinden. Selecteer je die. Speelmap maakt voor de rest niet heel veel uit en je maakt hem aan. Ik heb hem dus al gemaakt. Hier staat hij van mij, helemaal bovenaan. Die ga ik dus ook eventjes Lord of the Rings doen. Oh, kan ik hem nou niet meer aanpassen. Jongen. Nou, maakt niet uit. Vervolgens druk je dan op spelen. En je Minecraft gaat ervoor zorgen dat hij dus jouw Forge 1.7.10 gaat launchen. En als hij dat dus doet, voilà, krijgen ze dus een heel mooi schermpje. Kan even duren voordat je hier doorheen bent, want er zijn dan natuurlijk wat mods. En de Lord of the Rings mod is best wel een zware mod. Vandaar dat ik dus ook adviseer om Fastcraft te gebruiken. Linkje nog steeds in de beschrijving. Maar ja, hij moet nog best wel wat faces doorheen. Hij zit in 7 mod faces. Nou, dan is hij nog wel een keer klaar mee. Maar die textures en zo, het zijn wel heel veel extra items die je erbij krijgt. En voilà. Komt er, druk op fullscreen. Hartstikke mooi, ga naar multiplayer, weet ik veel wat je wilt doen. Dit is mijn Lord of the Rings server, kan je op klikken. Je kan ook singleplayer. Ga hier, uppa, Lord of the Rings. Laat je even inladen, duurt even, als het goed is. En voilà, je kan dus gewoon Lord of the Rings spelen. Met Optifine, want je kan inzoomen met control, kijk, huppakee. En als het goed is heb je ook nog best wel wat FPS hier. Ik zit hier nou met, hoe dat zien, 140 FPS. Dat is best veel. Jij kan het dus ook gewoon doen. Dus wil jij de Lord of the Rings mod gaan spelen en ja, wil je dat op de goede manier gaan doen, dan moet je dus in ieder geval eventjes de stappen van deze video weer opnieuw gaan volgen. En mocht jou het geholpen hebben, mocht je vragen hebben, laat het weten in de reacties hier beneden. Abonneer natuurlijk op Watchjacker voor meer van de Lord of the Rings. Ik beloof dat het weer elke vrijdag gaat komen. Vanaf volgende week, niet deze week, volgende week gaan we weer vast een video maken. Gaan we ook even de update deze week nog even bespreken. Maar de week erop gaan we dus weer aan de slag met de survival. Dus bedankt. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watchjacker. En laat natuurlijk even je vragen in de reacties achter. Of dat je het een hele behulpzame tutorial vond. En dan zie ik jullie in de volgende video op Watchjacker. Dus tot ziens. Later.